lageren die pak die container. So these truck carriers, it's all automatically robotized and it is controlled from far away. And the driver is sitting somewhere else. I can control more than one truck, unloading and offloading the containers. And it is a very, very technological harbor here in Rotterdam. And it's called the Future Land Harbor. Everything about it is amazing. The land itself is being made from the sea. The sea sand has been brought and they have created this harbor. And then the machines themselves are all high technology, loading and offloading. In this harbor, the containers is being left automatically using these robotized machines, and it's transported to the land and then transported to Europe in Rotterdam. So it's like a gate inside Europe from Rotterdam, and you can see different sea dips between ships, and it can load and offload a big number of containers, and it's almost non-humanized. So it's all robotized lifting mechanism, as you can see here. So these machines lift up and down the containers. Vertel ik ook nog wat dat er geen machinist aan in de kraan zit. Dat ga ik vertellen op het moment dat dat ook werkelijk zo is. Want hier, op deze kranen, dames en heren, daar zitten echt de kraandrijvers nog op de kraan. Hè. Dus u ziet hier een cabine en we zien dus, ja, die kraan staat nu getopt, dus het voorbeeld is niet zo duidelijk, maar aan die horizontale giek, daar beweegt een gondel heen en weer. U ziet daar een cabine. Nou, als de kranen in bedrijf zijn, dan zit daar daadwerkelijk een kraandrijver. En vanuit die gondel ziet u ook staaldraden naar beneden naar dat oranje apparaat. Dat heet de spreader. En de naam verraadt het eigenlijk al een beetje. Die kan uitspreiden en weer inschuiven. En op die manier al die verschillende afmetingen, containers zoals ik u die eerder noemde, te pakken. De spreader. Nou, misschien dat hier nog wel gewerkt wordt. Nou, u ziet hier in ieder geval die cabine. Vertel ik ook nog wat dat er geen machinist aan in de kraan zit. Dat ga ik vertellen op het moment dat dat ook werkelijk zo is. Want hier, op deze kranen, dames en heren, daar zitten echt de kraandrijvers nog op de kraan. Hè. Dus u ziet hier een cabine en we zien dus, ja, die kraan staat nu getopt, dus het voorbeeld is niet zo duidelijk. Maar aan die horizontale giek, daar beweegt een gondel heen en weer. U ziet daar een cabine. Nou, als de kranen in bedrijf zijn, dan zit daar daadwerkelijk een kraandrijver in. En vanuit die gondel ziet u ook staaldraden naar beneden naar dat oranje apparaat. Dat heet de spreader. En de naam verraadt het eigenlijk al een beetje. Die kan uitspreiden en weer inschuiven. En op die manier al die verschillende afmetingen, containers zoals ik u die eerder noemde, te pakken. De spreader. Nou, misschien dat hier nog wel gewerkt wordt. Nou, u ziet hier in ieder geval die cabine. Ik neem maar zo'n dingen erbij, oké? This is Futureland Ferry, where every year Holland claim more land from the sea. They build dams and they bring soil from under the sea, and they pour it on their shores and expand their land. So today they are going to explain how they do this process.